Het gerenoveerde hoofdkwartier van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gisteren op feestelijke wijze overgedragen en in gebruik genomen. De renovatie is uit een schenking van China, gefinancierd en uitgevoerd. Het gebouw van het ministerie verkeerde in erbarmelijke staat en er was dringend aan renovatie toe. Minister Nirmala Badri Singh van Buitenlandse Zaken gaf aan dat met het renovatieproject het ministerie twee vliegen in één klap heeft geslagen. Het hoofdgebouw is namelijk gerenoveerd en daarnaast heeft het ministerie de voorlopige kantoren die op het terrein waren opgezet cadeau gekregen van China. Het gebouw van het ministerie verkeerde in erbarmelijke staat en was dringend aan de renovatie toe. Minister Nirmala Badri Singh van Buitenlandse Zaken gaf aan dat met het renovatieproject het ministerie twee vliegen in één klap heeft geslagen. Het hoofdgebouw is namelijk gerenoveerd en daarnaast heeft het ministerie de voorlopige kantoren die op het terrein waren opgezet cadeau gekregen van China. The state of the building as it was not representative anymore to function as a Ministry of Foreign Affairs. Fortunately, with the assistance of the government of the People's Republic of China and with the technical support of the Ministry of Public Works, we now have a renovated building that we can all be very proud of. Minister Wolf, Ambassador Xiang, I dare to say that this project has enabled us to kill two birds with one stone. In order to renovate the main building, a temporary office building had to be construed first to accommodate the staff of the ministry. In both the preparatory phase and the construction phase, there was excellent understanding and collaboration between the staff of Public Works, of the Ministry of Foreign Affairs, of Weihai International Economic and Technical Cooperative Company Limited, and the architect Mr. Simon Xiong. After all, good working conditions are essential to do a job more efficiently. I know that the circumstances under which our staff has been working have not been easy. We have had to move while continuing our work. Sometimes we could not immediately find the documents we needed, which we had packed in boxes. Sometimes patients ran out and tempers were short in stressful situations too. Aldus de minister van Buitenlandse Zaken Nirmala Badri Singh. Het gerenoveerde hoofdkwartier van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gisteren op feestelijke wijze in gebruik genomen. De renovatie is gefinancierd uit een schenking van China.